In de bossen bij Hoge Meerde is donderdagmorgen opnieuw een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. In de buurt van de Poppelse dijk werden zo'n 35 vaten met diverse vloeistoffen aangetroffen. Een van de jerrycans was in brand gestoken en een aantal andere waren lek geraakt. De brandweer heeft de vaten veiliggesteld, waarna ze door een gespecialiseerd bedrijf zijn opgeruimd. Het is niet duidelijk hoe groot de ontstaande natuurschade is of wie de vaten in het bos heeft gedumpt. De politie is begonnen met een onderzoek.